Welkom bij deze nieuwe uitzending van Verbinding. Een vriend van me heeft in de achterliggende jaren een hobby gemaakt van het houden van konijnen. Zo'n 2 à 3 keer per jaar heeft hij een paar nestjes jongen, die hij dan na verloop van tijd doorverkoopt aan een dierenspeciaalzaak. Ze vinden zeker in deze coronatijd gretig aftrek. Mensen blijken onder de huidige crisis meer behoefte te hebben aan de gezelschap van een dier in of om het huis. Toen onze kinderen klein waren, hadden wij ook wel eens van die konijnen. Maar veel gezelligheid heb ik eerlijk gezegd aan de dieren niet beleefd. De beestjes zaten maar opgesloten en bevuilden hun hok. En als we wat ruimte hadden in de tuin en die gaven we aan ze, dan wisten we vaak geen raad om ze weer terug in het hok te krijgen. Toch kunnen we van het konijn veel leren. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Gods woord. Konijn is een wijs dier. We lezen daarvan uit het boek Spreuken. Spreuken 30 van de versen 24 tot en met 28. En we doen dat uit de Statenvertaling, omdat de herziene Statenvertaling een ander dier gebruikt in de vertaling. Ik lees voor u Spreuken 30 vanaf vers 24. Deze 4 zijn van de kleinste van de aarde. Doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans maken ze hun huis in de steenrots. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan ze allen uit en ze verdelen zich in hopen. En de spin grijpt met zijn handen. En die komt zelfs in het paleis van de koning. Deze 4 zijn de kleinste van de aarde. Doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De Bijbel heeft het dan over de mieren, de konijnen, de sprinkhanen en de spinnen. Eenvoudige dieren, heel gewone dieren, niets bijzonders aan eigenlijk. Maar wel wijze dieren. Wijsheid die ze van God de Schepper hebben ontvangen. Bij het konijn komt de wijsheid openbaar in zijn machteloosheid. Waarom de schrijver van de spreuk het konijn een machteloos dier noemt, kunnen we ons wel voorstellen. Het dier is machteloos wanneer daar een vijandig roofdier op hem afkomt. Konijnen zijn immers niet geschapen met iets waarmee zij zichzelf kunnen verdedigen. Een paar flinke horens op hun kop hebben ze niet, waarmee ze kunnen stoten. De konijn heeft geen sterke staart waarmee hij een klap kan uitdelen. Ook geen scherpe klauwen of giftanden of iets dergelijks. Nee, deze dieren zijn in zichzelf kwetsbaar. En zelfs met elkaar, al zijn ze met een groep samen, zijn en blijven ze een volk zonder macht. Niet opgewassen tegen de vijand die ze bedreigt. Niet opgewassen tegen een vijand die je bedreigt. Jezelf niet kunnen verdedigen. Helaas, het is de realiteit en het bestaan van het konijn, maar is dat ook niet in ons leven herkenbaar? Want we horen in deze spreuk niet alleen maar een mooi beeld uit de natuur, er liggen diepe lessen in, die nodig zijn om te leren in ons leven. Herkennen we wel eens iets van die machteloosheid in ons leven? Ik denk dat we moeten zeggen, nou en of. Ieder mens, hoe flink, hoe sterk en dapper, kent momenten van die machteloosheid. Machteloos. En niemand wil het eigenlijk zijn. We vinden het vreselijk als we ons zo voelen, zo kwetsbaar en broos. Wij willen immers flink, sterk zijn. Wie is er nu graag zwak en kwetsbaar? Niemand toch? Is er dan iets of iemand die ons uit die machteloosheid verlossen kan? Dan mag ik u en jou zeggen, jawel. Want de spreukendichter stopt hier niet in onze tekst. Hij vervolgt de spreuk. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans maken ze hun huis, hun hol, in de rotsteen. Nochtans. De dichter prijst het konijn vanwege de grote wijsheid die het dier heeft ontvangen. In zijn machteloosheid maakt het konijn zijn hol, zijn huis onder de grond. En dat is ontzettend wijs. Het dier zoekt en heeft een schuilplaats. Komt er dan een vijandig roofdier aan, dan gaat het konijn niet zelf de strijd aan, maar hij vlucht zijn schuilplaats in.
Hij zoekt zijn bescherming ergens anders. Zijn wij ook zo wijs? Ja, we raken die machteloosheid vaak niet kwijt. Dat geeft ten diepste ook helemaal niet. Paulus zegt en heeft geleerd in zijn leven, als ik dan zwak ben, dan ben ik juist machtig. Hij bedoelt, wanneer ik als mens mezelf zwak voel, dan besef ik dat ik de Heere zo nodig heb. En als ik in de schuilplaats Jezus Christus ben, dan ben ik o zo machtig. Daar kan niets of niemand mij nog kwaad doen. Zelfs de dood zal mij daar niet voor eeuwig raken. Want de Heer is immers de vaste rots van mijn behoud. Wanneer je nog buiten Christus bent, dan ben je nog in gevaar. Zolang het konijn buiten zijn hol is, kan een roofdier hem te pakken nemen. Wanneer we buiten Christus zijn, spelen we met ons leven. En dat is dwaas. Iemand vraagt, maar mag ik dan zomaar binnen gaan? Heb ik dan geen toegangsbewijs nodig? Nee, je hebt geen toegangsbewijs nodig. Wanneer je tot Christus de schuilplaats komt, zal hij je geenszins uitwerpen. Hij wacht. De toegang tot de schuilplaats is nog open. Maar er is wel haast. Haast om in te gaan. Wij ontvangen nog de genadetijd van de Heere. En nu ik dit alles weet en heb geleerd van het konijn, machteloos, maar wijs, nu kijk ik toch iets anders naar het kleine diertje en begeer ik iets van zijn wijsheid te ontvangen. Amen. Laten we samen bidden. Almachtige en genadige Heer in de hemel, in een tijd waarin alle zekerheden wegvallen, waarin een mens zoekt naar houvast, troost en uitkomst, pleiten we op uw woord, houden we ons vast aan uw verbond dat van geen wankelen weet. We danken u dat u niet alleen hoorbaar, maar ook zichtbaar de prediking laat uitgaan. Wat valt er in uw schepping veel van uw liefde, genade en van uw wijsheid te ontdekken. Open onze ogen en oren daarvoor. Maak ons in onze kwetsbaarheid wijze mensen. Misschien verzetten we ons wel tegen de zwakheid die in ons leeft. Wij willen graag sterk zijn als we jong zijn, maar ook als we oud zijn geworden. Heere, een mens geeft niet zomaar zijn zelfredzaamheid op. Nog maar al te vaak leeft ook in de tijd waarin we leven in onze samenleving de gedachte van het recht van de sterkste. Dat is niet wat u ons leerde. U, o Heere Jezus, zocht juist het kwetsbare, het nietige en dat wat door de wereld werd veracht. Laten wij ook daar oog voor krijgen. Zijn juist ook vandaag de mensen die het zwaar en moeilijk hebben in een samenleving die steeds harder en zakelijker wordt. U bent de schuilplaats, de steenrots die van geen wankelen weet. Het is zo nodig, Heere, dat we in deze crisistijd gaan leren dat we mogen schuilen. En dat we in het gebed steeds weer mogen naderen tot de troon van uw genade. Zo vaak klinkt de oproep om de problemen samen op te lossen vandaag. Samen krijgen we het virus er wel onder. Maar net als bij die konijnen, zijn ook wij als mensen samen niet meer dan een volk zonder macht. Geef dat de mensheid u weer zal erkennen als de almachtige God en Vader. Dan is er hoop, dan is er ook verwachting. We danken en loven u om uw wonderdaden in het rijk van de natuur. Alle lof en eer aan u, die het zo wonderlijk hebt geschapen en nog door uw hand onderhoudt en regeert. Blijf met uw genade ons nabij en laat ons in u geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen.